heel erg verbaasd naar verschillende culturen. En ik wil heel graag deze Catalaanse cultuur Rotterdammers laten zien. De Catalaanse kastellers zijn in onze Maastad. Ze gaan een menselijke toren bouwen samen met de Rotterdammers. Op 6 mei doen ze dat op het Noordereiland en 7 mei doen ze dat nog een keertje tijdens Circusstad op het Schouwburgplein. De kasteliers gaan bouwen en Rotterdammers kunnen gewoon eens aantrekken, duwen en steunen. Via haar nichtje kwam tante Nino in aanraking met de eeuwenoude traditie die in 2010 zelfs opgenomen werd op het immaterieel cultureel erfgoedlijst van UNESCO. Alright, then her shoulders can't go down, alright? Because she's getting a lot of weight. Ik heb met kasteliers, ja, liefde. Zij werken samen, zij maken iets samen. Iets heel erg fascinerend te kijken. And the tower can fall, oké? You have to fall there. Tante Nino is een actieve bewoner op het Noordereiland. Ze heeft hier haar eigen culturele podium, waar nu kunstwerken te zien zijn over de kastellers. Het is de kunstenaar Menno, ook kasteller. Inmiddels al 9 jaar woonachtig in Catalonia. Ik ben daar kastelier, altijd willen doen. Daar gebeurt iets met me, dat is onbeschrijfelijk. Ik ben er inmiddels redelijk verslaafd aan. Het is voor mij ook voor het eerst dat ik het gevoel had dat ik ergens bij hoorde. En ik sta zelf, helemaal in het midden van de pina, Willem te douwen, zoals ik al zeg. Het is net zoals dit schilderij. Mijn handen staan hier. Op het moment dat je voelt dat het kasteel gaat zakken, dat moest ik echt leren ook, dat is een beetje raar. Maar dan moest ik mijn duimen in de anus van degene die daar staat, moest ik prikken. Ik begrijp dat waarom is muziek heel belangrijk. Omdat mensen die beneden staan, zij zien helemaal niks. Zij alleen horen hoe is met kastel. Ja, en als iets die erop komt, kan ik horen waar ze zijn. Ja. Ik hoorde dat ze die piramide gingen bouwen zondag. En ik dacht, ja, dan wil ik er ook onderdeel van uitmaken. Dus dan wil ik ook gewoon mee kunnen doen. Want je stond er met trillende handjes of viel het wel mee? Nou, niet trillende handjes van zenuwachtigheid, maar vooral trillende benen van dat ik dacht, wat gebeurt er allemaal boven en het getrek en gesjor aan je en ja. Ja, ga je zelf ook nog de toren beklimmen? Ik? Ja. Ja, ik ben gek genoeg, maar toren klimmen, dat is... Ik ben een beetje oud voor die. Nee, ik ga alleen maar genieten.